Hallo, ik ben Wesley en welkom bij BoardGame Ninja. Vandaag kijken we naar Scooby-Doo Escape from Haunted Mansion van DOP. Scooby-Doo Escape from the Haunted Mansion is een zogenaamd escape room spel. Een spel waarin je in de rollen van Scooby, Shaggy en hun vrienden kruipt om een mysterie op te lossen. Omdat het plezier van de escape room spellen zit in het ontdekken van het verhaal en het oplossen van de raadsels, zullen wij uiteraard in onze speluitleg en in ons oordeel hier niets over verklappen. Alle voorbeelden die wij gebruiken om het spel uit te leggen, zijn voorbeelden die ook in de spelregels zijn opgenomen. In het spel kom je terecht in een verhaal wat zo een van de afleveringen van Scooby-Doo geweest zou kunnen zijn. Tijdens het spelen ontvouwt zich een mysterie voor jullie en aan jullie de taak om het mysterie op te lossen en daarmee het spel uit te spelen. Met het spel ben je zo'n anderhalf tot twee uur zoet en het bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk kun je het spel eenvoudig onderbreken en als het ware opslaan zodat je een andere keer weer verder kunt spelen. Tijd om te gaan kijken hoe je dit spel speelt. Als je het spel wilt gaan spelen, dan lees je eerst een korte uitleg over het spel die je expliciet vertelt om goed op te letten dat je de verdere inhoud van de doos nog niet mag bekijken. Alles is zo opgezet dat je de dingen pas bekijkt op het moment dat je op het juiste punt in het verhaal bent aangekomen. Je legt een stapel platte grondtegels, kaarten met aanwijzingen, de verhaalboeken en de personages neer en je bent klaar om te beginnen. In de verhaalboeken die je aan het begin hebt klaargelegd staan allerlei paragrafen van het verhaal die worden aangeduid met een viercijferige code. Tijdens het spel probeer je om de juiste viercijferige codes te vinden om zo verder te komen in het verhaal. Dit doe je door gebruik te maken van de verschillende personages, de ruimtes waar je komt en de voorwerpen die je tegenkomt. Ieder van de personages heeft één vaardigheid die hij kan gebruiken. Deze vaardigheden zijn gebaseerd op de tekenfilms. Zo kan Shaggy bijvoorbeeld eten en Scooby ruiken. Bij elk personage en zijn vaardigheid hoort daarnaast een getal dat het begin van de viercijferige code is. En dat getal ga je tijdens het spel combineren met de getallen van de andere ruimtes en voorwerpen. Je kunt op die manier zoveel mogelijk spelelementen met elkaar combineren, zolang het getal van het personage en zijn vaardigheid maar als eerst komt en het getal altijd uit vier cijfers bestaat. Stel dat Velma in de foyer een kast tegenkomt. Velma's specialiteit is research en haar getal is 1 en de kast heeft als getal 401. Als zij besluit om de kast te onderzoeken, dan is de code die daarbij hoort 1401. Omdat Velma het personage is dat dit doet, zoek je in haar verhaalboek de code 1401 en kijk je of die bij de foyer hoort. Als dit het geval is, dan leest de speler deze paragraaf hardop voor om te zien wat er in de kast gevonden wordt en hoe het verhaal zich hierdoor verder ontvouwt. In de foyer zou Velma ook nog een deur kunnen tegenkomen die op slot zit. Bij die deur hoort het getal 11. Stel dat je eerder een sleutel gevonden hebt met het getal 2, dan kun je die ook met elkaar combineren. Welma's research, de deur en de gevonden sleutel vormen samen 1112 of 1211. Ook deze code zoek je vervolgens op in haar verhaalboek. Op deze manier kom je steeds verder in het verhaal. Hierdoor komen er steeds meer plattegrondtegels op de tafel te liggen en kun je weer andere ruimtes doorzoeken en raadsels oplossen. Ook zul je steeds weer andere karakters tegenkomen die je steeds meer zullen uitdagen. Uiteraard kan het zijn dat jullie tijdens het spel op het verkeerde spoor zitten en dat je een verkeerde code vormt. Als dit gebeurt, dan zal het verhaalboek je vertellen dat je een Scooby Snack moet eten. En dat laatste moet ook als je een code vormt die volgens het verhaalboek bij een andere ruimte hoort. En hoe meer Scooby Snacks je eet tijdens het spel, des te slechter zal de eindscore zijn. Het eten van Scooby Snacks houdt je bij op een spoor dat achterop het spelregelboekje staat. Als je tijdens het spel het idee hebt dat je vast zit, dan kun je om hints vragen. Voor elke ruimte waar je tijdens het spel in terechtkomt kun je drie tot zes hints vragen, maar vanaf de derde hint die je per ruimte vraagt, moet je voor elke hint weer een extra Scooby Snack eten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik al sinds mijn jeugd een heel groot fan ben van de Scooby-Doo tekenfilms. Vrijwel alle bekende elementen uit de televisieserie kom je tegen. Niet alleen in hoe de hoofdpersonages zich gedragen en reageren op situaties, maar ook in de raadsels die je moet oplossen en hoe het verhaal zich ontvouwt. Je hebt achteraf dan ook daadwerkelijk het idee dat je echt hebt meegespeeld in een van die afleveringen. Dit betekent overigens niet dat je bekend moet zijn met Scooby-Doo om van het spel te kunnen genieten. Maar dat er gebruik gemaakt is van het thema Scooby-Doo geeft wel direct aan dat het een spel is dat in eerste instantie is bedoeld voor families. En dat merk je aan de raadsels die je op moet lossen. Die variëren van relatief eenvoudige raadsels tot raadsels met iets meer uitdaging. Maar zijn qua niveau allemaal, zeker met behulp van de hints, goed te doen voor gezinnen met kinderen vanaf een jaar of tien. Voor de meer ervaren spelers die regelmatig dit soort spellen spelen, is het spel wellicht alleen de moeite waard als zij het om het thema willen spelen of het geen probleem vinden dat er geen breinbrekers te vinden zijn in het spel. Als je het spel met kinderen wilt spelen, moet je wel rekening houden met het feit dat het spel volledig in het Engels is en er zeer regelmatig een stuk tekst voorgelezen moet worden vanuit de verhaalboeken. Maar gemiddeld gezien denk ik dat het vanaf groep 8 goed te doen moet zijn met kinderen. Het oplossen van de raadsels door het combineren van verschillende spelonderdelen om codes te vormen, vond ik erg leuk gedaan. Uiteraard is dit niet compleet nieuw. Ook bij een spel als Unlock moet je veelal verschillende aspecten met elkaar combineren. Maar het feit dat je die code vervolgens in een verhaalboek moet opzoeken om verder te komen, heb ik zelf nog niet eerder gezien en beviel mij erg goed. Dit zorgde ervoor dat er veel meer een verhaal in het spel zit dan bij andere vergelijkbare spellen. En dat het thema meer naar voren komt omdat je hierdoor de hoofdpersonages veel meer tot leven ziet komen. Het materiaal dat gebruikt wordt in het spel is van goede kwaliteit en hoeft tijdens het spelen ook niet vernietigd of kapot gemaakt te worden, waardoor het spel meerdere keren gespeeld kan worden. Niet door dezelfde personen, want al die personen weten de oplossingen al. Maar je kunt het spel dus wel uitstekend doorgeven aan vrienden, zodat die het kunnen proberen. Persoonlijk vond ik het wel jammer dat het bijhouden van Scooby Snacks op de achterkant van de spelregels gedaan moet worden. In de spelregel staat dat je de Scooby Snacks die je gebruikt doorstreept. Maar dat vind ik zonde en ik wilde het dus bijhouden door een blokje op de snacks te leggen. En daardoor was het lastiger om tijdens het spelen iets op te zoeken in de spelregels. Ik raad jullie dan ook aan om het aantal Scooby Snacks gewoon bij te houden op een apart blaadje. Al met al is Scooby-Doo Escape from the Haunted Mansion mij uitstekend bevallen en kijk ik alweer uit naar het volgende spel dat gebruik maakt van dit spelsysteem en dat zich richt op de Shining. Ik ben erg benieuwd wat dit spelsysteem gaat doen in combinatie met een horrorthema. Als je dit een leuke video vond, geef een like en abonneer op ons kanaal.